Ben jij ook wel eens over de Route Soleil gereden en kwam je dan misschien onderweg het bordje met een mosterd tegen? Dijon. In Dijon vind je inderdaad heel veel mosterd. Maar ik vraag me af, zou er hier ook iets anders leuks te doen zijn? Dijon heeft nog veel meer specialiteiten. En die vind ik natuurlijk op de markt. Dat is wel leuk dat je hier overal gewoon mag proeven. En zelfs meehelpen. Van de volkscultuur gaan we snel over naar de kunst. Dijon heeft namelijk een bijzonder hoog aangeschreven museum. Het Musée des Beaux-Arts. Hier vind je kunstwerken van onder andere Rubens, Rude en Véronèse. Le musée de Dijon a la chance de se trouver en quelque sorte dans ses locaux d'origine du XVIIIe siècle. Il se trouve également dans l'ancien palais des ducs et des états de Bourgogne. Tip! Een muziekfestival in Dijon dat 2 maanden duurt, in juli en augustus, Garçon La Note. Oftewel, ober, mag ik de rekening of een muzieknootje? Hey, ga je al weg? Nee, met een kwartiertje rijden vanaf Dijon zit je al hier midden in de wijngaarden. Dus dat lijkt me wel leuk. Klopt. Op maar 15 kilometer afstand van Dijon ligt een zeer prestigieus wijngebied. Het bijzondere aan dit gebied is de grote dichtheid aan wijnboeren. Christopher, mijn gids en chauffeur, vertelt dat er hier in dit kleine dorpje zelfs 92 wijnboeren zitten. Het is fantastisch om zoveel over wijn en dit gebied te leren. Gelukkig kan ik zelf ook nog wat proeven. Heel lekker. Nou, dat was Dijon. Echt een super grote verrassing wat mij betreft. Het heeft de rust en de stilte van een dorp en alle mogelijkheden van een stad. Top, zou ik zeggen. Nou ja zeg, nu vergeet je het alsnog. Oeh. Voilà. L'expression c'est j'ai la moutarde qui me monte au nez. Qui me monte au nez. Qui me monte au nez. C'est la moutarde qui me monte au nez. Voilà, oui. La santé montée. Et c'est vrai que ça pique un petit peu le nez et des fois on a un petit peu les yeux qui pleurent après. Dit winkeltje is een waar museum. Maar ja, als groothandel kan je het ook heel goed gebruiken. Pourquoi pas?